Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag 25 maart. En ik ga vandaag voor jullie weer een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je heel veel zin hebt in de weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de video. Het is dus maandag en het is nu 7:55. Ik moet over een kwartiertje ongeveer weg. Want ik heb straks om 9:00 school, dus dan moet ik altijd rond 8:30 de trein hebben. Ik heb mijn make-up net gedaan. Ik heb iets te veel blush op, zie ik. Het ziet er eigenlijk wel schattig uit, maar oké. Okay. En ja, ik heb vandaag tot 3:30 school. En dan ga ik snel naar huis. Dan ga ik nog even leren, want in de avond heb ik weer een toets. En die toets begint weer om 7:00. Dus dat is iets minder. Maar ja, ik kan er ook helemaal niks aan doen. Dus dat eigenlijk. Ik ga dan... Ik ga dus dan eerst naar huis. Dan ga ik met de auto naar school om mijn toets te maken. Maar wat ik aan heb is een zwart shirt en een groene flare broek van de Sting. En ik ga nu mijn spullen inpakken en dan ga ik richting school. Oké, de outfit is toch helemaal veranderd. Ik heb nu deze trui aan... Met deze broek. Dat zit gewoon wat lekkerder. Dus ik ga nu mijn spullen inpakken. En dan ga ik naar school toe. Oké, het is ondertussen 4:00. En ik ben terug van school. En ik voel me niet lekker. En ik ben echt kapot moe. En ik moet nu gaan leren voor mijn toets. Want ik heb straks om 7:00 Nederlands examen ding. Dus ik heb mijn moed weer bij elkaar verzameld. Jezus, wat is er met mijn haar aan de hand vandaag? En ik ga dus nu verder met leren. Ik heb er echt geen zin in. Maar het moet gewoon. Dus dat ga ik nu doen. Het is vandaag dinsdag. En het is 9:15. Ik moet ongeveer over een 30 minuten weg. Ik heb me al helemaal klaargemaakt. Ik heb ook gedoucht vanochtend. Want mijn haar was een beetje vet. En mijn make-up gedaan. En ik heb vandaag een jurkje aan van Naked. Vandaag op school gaan wij als eindopdracht van onze periode, laat maar zeggen, een documentaire filmen. Over het feminisme waarschijnlijk. Dus dat. Even nadenken. Wat wilde ik er nog over zeggen? Dus ik neem mijn camera mee naar school. Jee, eindelijk. En voor de rest, ik heb dus gisteren mijn toets gemaakt. Ging op zich wel goed. Ik heb daarna niks meer gefilmd, want mijn camera was leeg. En Mick die kwam me ophalen. Dus dat was niet super handig. Ik moet zo meteen nog even mijn haar doen. En dan ga ik zo naar school toe. Is 8:30 en ik ben net terug van werk. Ik moest tot 6:30 naar school en toen van 6 tot 8 werken. Dat moet ik elke dinsdag, dus ik ben altijd helemaal gesloopt op dinsdag. Ik ga nu even kijken of er iets te eten is. Joe, wat heb jij gegeten? Pizza? Ja. Oké. En ik moest vandaag op school een documentaire maken en daar zijn we mee bezig geweest. Over het verschillen tussen mannen en vrouwen. En was wel interessant om te doen. Wel moeilijker dan verwacht. Want heel veel mensen willen tegenwoordig niet op de film. Ook al is het een soort van voor privégebruik. Dus dat was heel erg lastig. En ik moet zo meteen nog een hele stage maken. Voor donderdag. En ik ben zo moe. Het is echt niet te doen. En ik moet eigenlijk ook nog nu wat gaan eten. Alleen ik zit de laatste tijd niet echt met inspiratie met eten. Ook alles wat je eet is dan automatisch ongezond bijna. Dus ik ben even aan het kijken wat ik ga eten. Of ik moet eten bestellen. Ik ga eventjes kijken en dan zien jullie mij zo. Echt super slecht, maar ik heb dus nu ook pizza besteld. En mijn broertje had vandaag ook pizza besteld. Dus nu komen ze 2 keer pizza bezorgen op hetzelfde adres. Ze zullen wel denken. Ik ga dus nu mijn stage voorbereiden. Ga ik lekker op de bank zitten. En vanavond... Ik ben mijn broek aan het uitdoen. Omdat die straks zit.
Vanavond ga ik misschien nog naar Mick toe, maar dat weet ik nog niet zeker. Want ik vind het gewoon heel fijn om samen te slapen. Dus ik moet even kijken hoe het lukt met mijn stage. En ik had vorige week best wel veel toetsen en ik heb er eentje niet gehaald. Dus ik ben een beetje down. Ik kan er altijd heel slecht tegen. Ik ga in ieder geval nu even wat anders aan doen en even op de bank chillen. Ik ben klaar met stage voorbereiden. En ik heb net even in bed gelegen, dus ik ben echt super moe. En ik wilde eigenlijk vanavond naar Mick gaan. Maar dat ga ik niet doen, want ik ben er gewoon echt te moe voor. Ik vind het wel super vervelend, want ik wilde eigenlijk gewoon vanavond samen zijn. Want ik kan de laatste tijd echt super slecht alleen slapen. Dus ik hoop dat dat vanavond wel gaat lukken. Ik ga nu mijn make-up eraf halen. En vanaf morgen ga ik proberen gezonder leven te gaan. Ik lach er nu nog om. Ik ga morgen al er iets meer over vertellen. Het is vandaag woensdag. En het is bijna 10 uur. Ik moet om 10 uur de trein hebben. En ik had gisteren tegen jullie gezegd dat ik ga beginnen met gezond doen. Hoop ik. Want het is dus nu 28 maart, 27 maart. En de zomer is ook om dichterbij. En ik wil gewoon even wat gezonder gaan leven. Ik hoef niet af te vallen of weet ik veel wat. Maar ik wil wel gewoon even wat beter in mijn vel zitten. Want ik ben nu ook al 3 weken of zo niet naar de sportschool geweest. En ik wil dat wel gewoon weer gaan oppakken. En gewoon iets gezonder gaan eten. Ik wil niet helemaal niks meer gaan eten of zo. Maar gewoon even wat gezonder eten. Want ik had nu gewoon soms dat ik echt dacht van oké, dit is wel heel heftig. Ik heb zo meteen Engels. Waar ik dus geen zin in heb. En daarna heb ik filosofie. En dat vind ik wel heel erg leuk. Wat ik aan heb is dit shirt van... Ja, waar is dit shirt van? Het is gewoon een basic shirt met streepjes. En een flare broek van de Only. Zo'n spijkerding. En daaronder heb ik mijn... Oh ja, en mijn Sandra riem. En daaronder doe ik mijn Sandra laarzen. Even nadenken. Wat wilde ik nog zeggen? Ik twijfel dus heel erg of ik met de auto moet. Want ik heb dus nu een parkeerplek gevonden bij school. En nu is het dus gewoon echt heel verleidelijk om dan met de auto naar school te gaan. Ik weet dat het heel erg is, maar ja. Ik twijfel een beetje. Ik ga in ieder geval mijn riem even goed doen. Want ik zie dat hij aan de achterkant verkeerd zit. En dan ga ik richting school. Oké, wat ik mee ga nemen naar school is een flesje water. En voor de rest zie ik niet echt heel veel gezonde dingen. Ik ga na school. Oh, ik zie wel mandarijntjes. Daar heb ik ook echt wel zin in. Ik neem ook een paar mandarijntjes mee. Wat ik dus niet meer wil doen is zoveel koekjes en allemaal dat soort dingen eten. Dus dat gaat lukken. Ik neem deze, moet ik even een paar uithalen. Zo. En ik heb niet super lang school, dus ik hoef op zich geen brood mee te nemen. Want dat doe ik dan liever thuis, want dat scheelt weer. Oeps. Even kijken. Suus en ik hebben net Engels gehad met z'n tweeën. Omdat de rest van de klas het al heeft gehaald. We hebben 16 april onze eerste kans. Toch? Ja. 16 april. We hebben nu een half uur pauze. En we moeten straks een onderwijsleergesprek houden voor filosofie. En ik heb de schepping van de aarde. En... Ik zat vroeger op een Rooms-Katholieke school en ik heb echt heel veel meegekregen, maar dit is echt heel moeilijk. Ik kan me niet herinneren ook dat mijn docenten dit deden. Wel uit de Bijbel voorlezen, maar we moeten echt die verhalen uit ons hoofd kennen hoe de aarde is. Geschepen? Geschapen. Geschapen. Maar ik vind schiep ook een heel raar woord. Ja, want het... Ik ben weer terug van school en ik ga nu even snel een broodje maken. En dan ga ik daarna naar de sportschool. Na 4 weken of zo. En onze sportschool is ook helemaal verbouwd. Dus ik ben echt super benieuwd hoe alles eruit ziet. En na het sporten moet ik mijn stage voorbereiden. Dan komt Eva naar mij en in de avond slaap ik bij Mick. Omdat ik morgen heb ik stage en bij hem. Ja, het is gewoon heel dichtbij vanaf zijn huis. Dus dat.
Ik ga in ieder geval nu even de broodjes klaarmaken. En dan zal ik tijdens het sporten wel even wat filmen met mijn telefoon. Oké, ik heb mijn sportkleding aan. En ik ga na 100.000 miljoen jaar weer sporten. Ik heb geen zin, maar ik zal wel moeten. Ga ik de zomer niet overleven. Dus let's go. Oké, Eva was nog aan het werk. Ik heb even een ander shirt aangedaan. En we gaan dus samen ergens wat eten. We hebben nog geen idee waar. Dus met mij en Eva kan dat echt op alles leiden. Een soort van. Ik wil eigenlijk niet naar McDonald's. Omdat ik natuurlijk vandaag ben begonnen met gezond eten. En het is vandaag tot nu toe gelukt. En met gezond eten bedoel ik wel gewoon minder snoepjes en tussendoortjes. En minder McDonald's. Maar uit eten en zo, dat vind ik wel gewoon dat je erin moet houden. Ik heb wel gewoon nog hetzelfde aan als vandaag, alleen dus een ander shirt. En ik heb even mijn haar vast gedaan. En dan ga ik vanavond lekker naar Mick toe. Daar heb ik echt zin in. En ik ga eindelijk Eva weer zien. En morgen mijn nagels doen, is echt zo nodig. Dit is er helemaal af. En dit is gescheurd, dus ik moet wel weer echt gaan. En ik denk dat ik morgen zwart ga doen. En ik weet niet waarom. Daar heb ik gewoon zin in. Dus ja, ik ben met Eva en we zitten bij de Happy Italy en we gaan lekker eten. Ja, de Happy Italy. En we gaan lekker eten. En morgen gaan we onze nagels laten doen. Ik ga het laten zien. Van mij is ook heftig, ik heb het al laten zien. Maar dat van jou groeit veel sneller. Zweerbeel. Het is vandaag donderdag en ik zit nu in de auto. Ik kom terug van stage, want ik had vandaag tot 3 uur stage en het ging super goed. Dus ik ben echt heel erg tevreden. Maar ik sliep vanochtend bij Mick, dus ik kon vanochtend niet echt gaan filmen. Want dat is gewoon een beetje gek. Omdat ik natuurlijk, weet je wel, om 8 uur al echt weg moet. Of eigenlijk eerder 7:30 moet ik echt weg. Om 8 uur moet ik op stage zijn. Dus dat eigenlijk. En ik ben nu onderweg gelijk naar waar ik mijn nagels altijd laat doen. En Eva is daar ook. Want we hebben om 9:30 een afspraak. En ja, dat dus. Dus ik ben nu onderweg daar naartoe. En dan zien jullie mij straks weer met nieuwe nagels. Het is inmiddels alweer avond. En Eva en ik hebben onze nagels laten doen. Het is ook al heel lang geleden, want ik heb ook al gewerkt. Ik heb zwarte glitter gedaan. Nu lijkt het een beetje blauw. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Maar dit is de kleur die ik heb gedaan. En ik heb dus nu schoolfeest. Ja, hoe noem je dat? Babofeest. En je kan nog tot 11:00 naar binnen. Maar ik moest tot 9:30 werken. En ik moest ook echt nog douchen en alles. Dus ik heb me dus naar omgekleed. Make-up opgedaan. En ik moet eigenlijk echt over 5 minuten weg. Alleen ik kan me gewoon niet snel klaarmaken. Ik kan dat gewoon echt niet. En ik wist niet wat ik aan wilde. En nu heb ik een truitje aan die ik heel leuk vind. Maar eigenlijk veel te warm is. Dus ja, beetje stom. Maar ik ga nu ook niet meer van outfit wisselen. En morgen, het feest duurt eigenlijk tot 4:00. En ik heb morgen om 10:00 een college. Dus ja. Dus dat is niet echt heel handig ingeroosterd. Maar ja, ik ga er wel morgen naartoe. Ik ga daarom nu ook geen alcohol drinken. Ik heb ook geen alcohol nodig om het gezellig te hebben. Dus ik dacht, waarom zou ik het dan doen? En dan kan ik nu ook lekker met de auto. Vind ik ook heel fijn. Dan kan ik ook gewoon naar huis wanneer ik wil. En dan ben ik ook niet geld kwijt voor een taxi. Dus ik ben nu bezig met mijn haar. En dan ga ik daar naartoe. En als ik iets ga filmen, ik denk niet dat het zo is. Maar als ik iets ga filmen, dan doe ik het even met mijn telefoon. Want ik ga niet mijn hele camera meenemen. Dus ja, en anders zien jullie mij morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En het is nu 10:00. Ik moet over ongeveer 1/2 uurtje weg. Want ik heb iets eerder met Floor op school afgesproken. Omdat we nog samen iets moeten doen voor natuur. En ik heb 2 dingen vandaag voor natuur. En ik heb eigenlijk allebei nog niet gedaan. Want ik had het gewoon super druk. En gisteren hadden we dus Babo feest. En het was echt heel erg leuk. Ik was denk ik 2:30 thuis. En ik heb niet gedronken. En dat scheelt echt zoveel. Het is echt niet te doen. Ik kon best wel goed opstaan.
Ik heb alleen echt heel erg keelpijn, want ik schreeuw altijd echt heel hard. Maar ik heb omgekleed. Ik heb zo'n tuinpak ding aan met een top eronder van Chiquelle. En ja, vanmiddag kom ik me uit school ophalen, waar ik super veel zin in heb, want ik mis hem gewoon altijd echt heel erg. Dus ik ga nu even mijn spullen inpakken. Kijken wat ik nog kan doen. En dan ga ik richting school. Ik ben terug van school. Het is inmiddels 4:15. En het liep allemaal echt heel erg uit. En de vertragingen met de trein is echt verschrikkelijk. Had eigenlijk zo Mick mij op school ophalen. En hij is denk ik al meer dan 2 uur onderweg. Echt super zielig. Dus ja, ook niet leuk voor hem. In ieder geval, ik ga dus nu even op het station wachten op Mick. Want hij komt echt over 10 minuutjes. En ik had vandaag dus muziek. En ik heb daar een stukje gefilmd. Dus ik zal het erin doen. Zodat jullie een beetje een idee hebben wat we doen. Het is echt volgens mij 30 seconden. Maar als jullie het leuk vinden dat ik gewoon wat meer dat soort dingetjes film, moet je het even reageren. Ik vind dat heel lastig. En ik vind het ook lastig als je mijn stem hoort. Omdat ik weet dat ik niet goed kan zingen. Maar voor de rest, ik ben echt mega brak van gisteren. Ook al heb ik geen alcohol gedronken. En vandaag was echt, onze klas was echt niet, ja, was gewoon niet te genieten. Iedereen was echt aan het klooien en zo. Dus ja. In ieder geval, dus ik wacht even in de auto tot Mick er is. En dan moet ik thuis mijn spullen inpakken. En dan gaan wij lekker eten. En ik heb geen idee wat we gaan eten. Ik hoop dat het gezond is, maar eigenlijk ook weer niet. Omdat ik gewoon echt zin heb in gewoon iets ongezonds. Make-up zit wel nog best goed. Daar ben ik zeer tevreden over. Ik ben weer bij mijn moeder. En Mick is er. Yay. En hoe lang moest je reizen met het OV? 2 uur. En we gaan nu. Ik had ooit een keer in een box. Had ik dit gekregen. Een zure mat. Maar er zit geen suiker op, toch? Nee. Dus we gaan het nu even samen proeven. Zure mat. Geen suiker. Oké. Okay. Klinkt lekker. Biologisch. Daar doen we het voor. Daar houden we van. Zo. Ik weet niet of ik het zelf ga proeven. Kijk dan. Ik ga het niet eten. Hoe ziet het eruit? Ja, we gaan naar rozijnen, maar dat vergeet ik niet. Wat is dit? Dit is toch geen zure mat? Heel, het ruikt echt heel vies. Nee. Ja. Ja, prima, graag. Is echt niet lekker. Wat zit er nog meer in dan? Nog één. Eww, vies. Dat ruikt natuurlijk heel vies. Eww. Nou, dus we hebben het geproefd. En het resultaat is dat het dus niet lekker is. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En het is 8:15. Ik moet zo meteen naar school toe, want om 9:00 begint mijn school. Blijft dit staan. Wat ziet mijn haar eruit? En we hebben vandaag eerst kunst en daarna Engels. En dan ga ik vanmiddag mijn auto weer ophalen. Want anders dan gaat het niet helemaal oké. Okay, want ik ga vanavond naar Mick toe. En die woont iets verder weg dan ik woon. Zo, ik praat echt langzaam of zo. Oké. Wat ik aan heb is een trui van de Zara. En een flare broek van de Only. En ik ga nu snel mijn spullen pakken. En dan ga ik richting de trein toe. En dan zien jullie mij op school. Denk ik. Dat durf ik dus niet te zeggen. Oké, we zijn op school. Ja, maar dan hoor je jou zo op de achtergrond. Dat hoor je heel vaak, hè, met mensen. We zijn dus op school en we moeten een eigen knuffel maken. Dus ik heb een hartje gemaakt, maar hij is nog niet af. Dus ik ben aan het borduren. Heet dat borduren? Nee. Ja, het is allebei goed. Oké, en ik zal even een paar dingen laten zien. Deze.
Het is toch veel te klein, joh. Het is hartstikke moeilijk. Kijk, Lonneke eet helemaal van die netjes zo. Echt handwerk. En waar is dit goed voor? Smoken. Oké, het is 1:30 en ik ben klaar met school. Ik had dus net beeldende vorming. En we moesten dus een knuffel maken. Zo'n knuffeltje, die had ik volgens mij even laten zien. Ik had een hartje gemaakt. Ik zal hem zo meteen even verder laten zien. En ik heb net mijn auto opgehaald, dus ik ben helemaal blij. Want ik kan gewoon echt niet meer zonder. En ik ga nu lekker naar huis rijden. Even een broodje eten. Even kijken, ik moet ook gaan tanken. En vandaag kan ik natuurlijk stemmen. Ik ga niet zeggen op wat ik ga stemmen, maar ik ga wel stemmen. Dus voordat ik vanavond naar Mick ga, ga ik eens stemmen. Oké, ik weet niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Volgens mij dat ik thuis kwam van school. Of dat ik mijn auto had opgehaald. Maar ik ben dus bij Mick thuis. Yes! Had je me gemist? Ja. Ja. Ik heb bijna een week, 3 maanden, 2 weken niet gezien ofzo. En Mick is de theorie aan het leren, want Mick heeft morgen zijn theorie-examen. Dus daarom ook de vraag waarom Mick nooit rijdt, omdat hij nog zijn theorie moet halen. Nou, dat is toch gewoon een serieus antwoord. En ik ben dus bij Mick thuis, dus ik film nu ook bij Mick thuis nog een andere vraag die altijd gesteld werd. En ik heb morgen eerst stage tot 3:00 en dan in de avond heb ik mijn natuurtoets die ik moet gaan maken. Dus we zijn nu allebei aan het leren. Hoe moet je nog? Nou, kijk, weet je wat het is? Ik heb alles al een soort van geleerd. Het is gewoon meer herhalen. Ja. En het is een meerkeuzetoets. Dus ja, dat wist je vorige keer niet, hè? Dat het meer keuze was. Dus het is meer gewoon van, kijk, als ik het zie, weet ik het wel. Ja. En ik moet wel gewoon nog, weet je wel, onderdelen van een plant en zo. Dat soort dingen. Ik ben niet echt heel stamper. Goed. Een blad. De steel. Stengel. Wat wortel, bloem. Ik heb het programma gehad, ja. Ah, oh, verschrikkelijk vond ik dat. Ja. En straks gaan Mick en ik Temptation Island kijken. Welke serie waren we nou vorige keer aan begonnen dan? Ik weet niet, misschien ben je wel verder aangezien dat het alles vooruit kijkt onder mij. Wat doe je nou? Geef me even een kusje. Nee, kun je echt niet aan soms. Oké, maar welke serie waren we vorige keer begonnen? Een serie? Oh, Sinner. Oh ja. Kunnen we nog even een stukje kijken? Ja, ben je daar al verder gegaan? Nee. Echt? Nee, ja, oh. Zo, gelijk hè? Het was even laat in de serie, dan is het ook van ja, nee, ja, ik vond het niet. Dus we gaan nu weer even verder met leren. Donderdag en ik ben net terug uit stage. Het is 4:30. Dus ik mocht eigenlijk gelijk weg. Ik heb alleen even besproken wat we de volgende week gaan doen. Ik had vannacht bij Mick geslapen, dus ik heb vanochtend niks gefilmd. Want dan wordt het altijd, ja, het is gewoon een beetje druk en haast en heel vroeg. Want om 7:30 moet ik dan al weg. Dus dat is gewoon niet super handig. Maar het is wel handig om daar te slapen. Omdat ik dan later weg kan dan als ik thuis zou zijn. En Mick heeft over 10 minuten de theorie. En ik ben gewoon echt zenuwachtig voor hem. En ik hoop zo erg dat hij het haalt. Ik heb hem ook niet de eerste keer gehaald omdat het zo moeilijk is. Wel de tweede keer gelukkig. Maar ik hoop gewoon echt dat hij hem de eerste keer haalt. Maar ik heb gewoon echt zenuwen voor hem. En vanavond, echt super rot. Ik ben helemaal kapot eigenlijk van stage. Maar vanavond, dacht ik een zweetvlek had. Vanavond heb ik ook nog mijn toets van natuur. Van 7:00 s'avonds tot 9:00 s'avonds. Dus ik moet zo meteen ook nog gaan leren. Maar ik denk dat ik nu even wat lekkers ga maken. Videootje ga kijken en wachten tot Mick de uitslag heeft. En dan ga ik gelijk beginnen met leren. Tot ongeveer 6:00 ga ik denk even een pizza eten. Want mijn moeder is nog niet thuis. En dan ga ik richting school. Ik twijfel alleen nog of ik met de auto ga of met de trein. Ik vind dat gewoon fijn als het gewoon heel kort is. Dus dat ligt er nog een beetje aan. Ik ben in ieder geval helemaal gesloopt. En ik moet nog een toets gaan maken.
Maar het is niet anders. Ik hoop in ieder geval dat mixed theorie haalt. Dat is gewoon het belangrijkste. Oh ja, en gisteren had ik dus op school knutselen. En wat we dus gingen doen is we gingen een eigen knuffeltje maken. Dus ik heb dit hartje gemaakt. Dat vond ik wel leuk. En erin zit dus ook echt gewoon van het wol. En dan is het heel leuk om met kinderen te doen. Je kan ook diertjes of zo maken. Maar ik had even simpel een hartje gemaakt omdat ik ook nog andere dingen moest doen. Maar zo kom je wel op veel inspiratie. En ik denk dat kinderen dit ook heel leuk zouden vinden om te doen. Wel wat voor meer voor de bovenbouw. Ik heb in ieder geval mijn boek en mijn samenvatting gepakt. Dus ik ga nu even filmpjes kijken en wacht tot Mick mij belt voor de uitslag. En dan ga ik leren. Het is inmiddels 5 uur en ik ben nog steeds aan het leren. Ik heb zo geen zin meer. En ik ben echt kapot moe. Maar ik moet nog even doorgaan en dan ben ik vanavond klaar. Morgen heb ik Mama. Mijn moeder belt me. Oké, ik heb snel een mixje trui aangedaan. En even een lekkere broek. Ik ga nu naar school toe om mijn toets te maken. Ik weet niet of het gaat lukken, maar het moet maar. Ik heb er in ieder geval echt geen zin in. En ik heb het ook echt koud. Ik moet even mijn pas meenemen. Pasjes. Voor tijdverlenging en zo. Want ik heb dus dyslexie. Dus ik ga nu naar school en ik laat, als ik terug ben, weten hoe de toets ging. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Eindelijk. Bijna weekend. En ik was vanochtend echt super vroeg wakker. En toen heb ik een aflevering gekeken van... Ik ga eerst mijn camera neerzetten. Toen heb ik een aflevering gekeken van Temptation Island, maar dan de USA versie. Echt heel erg leuk, echt een aanrader. Lijkt wel meer op het datingsprogramma, maar wel heel erg leuk. En nu was ik hem aan het klaarmaken. Nou, ik ben nu net klaar met klaarmaken. Dit topje is wel best laag. Maar ja, die is trouwens wel naked. En ik ga zo meteen naar school, dan heb ik koormuziek en daarna gaan we naar Museum Boerhaven in Leiden. En daar heb ik totaal geen zin in. En daarna eindelijk met Mick afspreken. Want ik heb hem echt lang niet gezien. Want toen ik hem woensdag zag was het echt maar heel even. En toen hebben we echt allebei geleerd tot 11 uur 's avonds. En die volgende dag moest ik om 8 uur 's ochtends alweer op stage zijn. Dus ik ben echt blij dat ik hem zo meteen zie. En ja, voor de rest. Mijn toets van gisteravond. Volgens mij heb ik daarna niet meer gefilmd. Ging wel oké. Ik ben uiteindelijk met de auto gegaan. Maar de toets ging op zich wel goed. Ik durf nooit 100% te zeggen. Maar ik denk dat ik hem wel heb gehaald. Dus ik ga nu nog snel even mijn haar doen. En dan ga ik richting school. Oké, ik ben al een tijdje op school. En wij hebben nu een rondleiding door museum. Door Museum Boerhaven. Oké, het is inmiddels vrijdagavond. En het laatste wat ik heb gefilmd is dat ik naar Museum Boerhaven ging. Het was echt super saai. En Mick ging me daar ophalen. Dus Mick is nu bij mij. En we gaan nu even drank halen. En ja, dat eigenlijk. Ik heb ook even iets anders aangedaan. Deze trui is namelijk van Chiquelle. Dus ik zal zo meteen even filmen als we weer thuis zijn. Het is vandaag zaterdag. En het is inmiddels al 6 uur geweest. Vanochtend en nou, in de middag moest ik werken. En in de ochtend was ik met Mick. En Mick en ik gaan nu samen uit eten. Waarom? Omdat het kan. En gisteren hebben we de nieuwe afleveringen van Temptation Island gekeken. Tempo. Die echt weer heel saai waren. Dit seizoen is zo saai. Het is echt niet normaal. Maar ik wil het wel doorkijken. Het is niet dat ik nu denk van, ik ga nu stoppen met Temptation kijken. Maar het was saai, hè, Mick? Moet doen. En we gaan dus nu uit eten in Zoetermeer. Daarna weet ik nog niet wat we gaan doen. Film kijken of zo. Chillen. Voor jezelf opvoeden en wat voor dingen? Nee. Voor mijn vlog. Dat we uit eten zijn.